Wij hebben deze bijeenkomst gehouden vanuit Rotterdam Snieuwen, omdat wij ondernemende Rotterdammers in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar een podium willen bieden om hun initiatieven te kunnen pitchen. Dus het doel is dat we ook dat initiatief zichtbaar maken, maar ook gewoon daarmee de rest van de stad inspireren om gewoon in die actie te komen en gewoon dingen te gaan doen. En daaruit voort zou eventueel een connectie met een partij kunnen zijn die zij nodig hebben voor hun onderneming. Iedere tafel heeft een initiatief met een vraag. En dat zijn eigenlijk twee vragen die beantwoord worden. Die zijn vanuit de initiatiefnemer voorgelegd. En daar ga je dus met de deelnemers over brainstormen. En wij gaan half januari een crowdfundingcampagne doen om een soepelijn van gekke groenten te lanceren. En bij die crowdfundingcampagne hebben we nog mooie ideeën en hulp nodig. Dus daar willen we graag de crowd voor inzetten. En als de soepelijn er eenmaal is, willen we ook een groot launch event doen. En daar willen we ook graag wat tips voor. Het gaat niet om geld, maar het gaat om ik heb verf nodig. Ik heb barkrukken nodig en telefooncellen en nog wat spullen. En een vrachtwagen. En dus ik denk, god, laat ik dat er eens in gooien. Gewoon lekker concreet. My name is George. I'm originally from Portugal. And we are representing What the Fuck Rotterdam. We finished studies and then we spent 1 year like trying to get a job. But like, okay, what the fuck should we do? And that's okay, let's do What the Fuck. And then What the Fuck Rotterdam. Yeah. So what we did, we created a network on the city. We have like a 25 spots in the cool places. And you can grab for free an envelope. Inside you get like artists, like work of different illustrators, photographs, and all this art part is for free. The second question is, what type of online platform would be good extension for our existing concept? Je merkt dat mensen heel erg actief meedenken met de initiatiefnemers, dat ze al hun netwerk bij wijze van spreken gewoon op tafel leggen en iedereen gewoon zoveel mogelijk willen helpen. Ik denk dat het heel goed is dat al dit soort initiatieven een plek krijgen waar ze zichzelf kunnen presenteren, gezicht krijgen. Dat mensen zich aan kunnen sluiten, dat ze een netwerk kunnen zoeken. Ja. Ik ben Ronald van Rij van de Rabobank in Rotterdam. En ik heb me ingeschreven voor de tweede sessie in ieder geval bij Rotaf. Dus misschien kan ik wat ervaringen delen die ik eerder heb opgedaan en dat naar hen toe brengen. De producten die we hier kunnen assembleren zijn uiteraard elektrische fietsen, elektrische scooter. We willen ook in het voorjaar windmolens in elkaar gaan zetten. Maar daar kunnen allerlei andere producten bij komen die niet te complex zijn. Ik bedacht mezelf toen mijn eigen baan kwam te vervallen van ik wil iets zinvols gaan doen. En wat is er zinvoller dan met jongeren werken die gewoon echt problemen hebben om een goede toekomst op te bouwen. We staan hier bij het Hofboogtracé, een oude spoorlijn door Rotterdam-Noord. Waar ik heel graag een stadspark op zou zien. Omdat het dan meer een onderdeel van de buurt zou kunnen worden. Ik heb het de afgelopen week mijn idee in ieder geval gepitcht bij Rotterdamse Nieuwe. Waar ik ook een aantal stellingen heb voorgelegd aan mensen die daar aanwezig waren. Zodat ze mij konden helpen met het realiseren van dit park. En wat heel leuk was, is dat ik heel veel leuke en goede input heb gekregen van alle aanwezigen. Ik heb heel veel constructieve feedback gekregen en ik heb nu een heel goed idee hoe ik mijn plan verder wil gaan uitvoeren. Zijn initiatief was, hij wilde iets doen met het tracé boven de Hofbogen. En hij zocht eigenlijk van, ja, wie is daar nou eigenaar van en hoe kan ik daar nou iets doorbreken zodat er ook echt iets gaat gebeuren. Wat was de tip? Dat hij echt wel even boven tafel moest krijgen wie nou het eigenaarschap had van dat dak, wat voor problemen nou precies speelden. En ga lawaai maken. Ga zorgen dat mensen hem gaan ondersteunen in zijn verhaal. Dat hij niet meer alleen voor staat, maar dat mensen hem gaan helpen bij zijn visie, zijn droom wat hij wil bereiken op dat dak. Ik verwacht weer een heel andere bril waar mensen door kijken. Dat zie je toch vaak als je weer in een nieuwe groep mensen zit, dat je opeens via een heel andere hoek naar je eigen ding kijkt. En dat is vaak heel nuttig. Ja, we merken nu al dat dat ene uur dat we nu als sessie met de crowdforce gehad hebben, dat het helpt in het aanscherpen van ons idee. Ik mis de durf af en toe van de gevestigde instituten. En of dat nou de gemeente is of de UWV of andere instanties. Van hoe kunnen die nou niet in een comfortzone gaan zitten, maar ook zeggen van oké, laten we dit gaan doen zonder dat dus ook de risico's kunnen accepteren. We proberen die zo klein mogelijk te houden. En ik vond het heel interessant. Ik vond een hele goede vibe, leuke mensen, eerlijk.
We zijn in het oude Tropicana zwembad. En Mark en ik groeien hier oesterzwammen op een substraat van koffiedik en stro. We hebben sowieso heel erg veel interessante contacten opgedaan. Er zijn ook nog wat leads uitgekomen. Er zijn ook mensen echt, die hebben echt aangeboden om ons te helpen met het beoordelen van stukken. Zodat we dus nog even dingen kunnen fine-tunen en eraan kunnen schaven voordat we een definitieve versie weer een andere kant op sturen. Dus dat was heel waardevol. Er zijn natuurlijk verschrikkelijk veel goede initiatieven die eigenlijk niemand kent. Dus je moet het ook gewoon vertellen. Het is zeker aan te raden ook voor andere partijen. Zowel voor beginnende ondernemers als ondernemers die op innovatief vlak bezig zijn en op zoek zijn naar misschien buiten hun bestaande netwerk. Kan je op zo'n avond prima met andere mensen in contact komen die je verder kunnen helpen. Waarom ik het leuk vond was een soort van energie die in mensen zit. Van, oh ja, er zijn goede initiatieven en daar willen we aan bijdragen. Ik hou wel van dat gevoel, van dat je een groep mensen hebt bij elkaar die dat wil. Als jij dus een probleem hebt voor je stad, wat jij graag getackled wil hebben, voor je plan, voor je project, voor je idee, dan zou ik een beroep doen op de mensen van Rotterdamse Nieuwe. Die nemen gewoon een hele hoop mensen uit hun omgeving mee naar een avond waar jij je idee kan voorleggen.